eerlijk. Ben je ooit met een fan naar bed geweest? Wat? Yo, wagwan mensen bij een nieuwe Sosa Review. Vandaag hebben we een serieuze video met een grote YouTuber. Ik ga niet zeggen wie het is, hij is onderweg. We staan nu voor zijn huis. Als je dit een leuke video vindt, like, abonneer en samen gaan we groeien. Hey dames en heren, we zijn aangekomen in Meerkerk. Ik wacht nu op Clem John, we gaan nu naar de Ladies Newsroom. Kijk waar die man is. Hoi dat kijkers. Je bent nog steeds zo lelijk man. Huh? Hey, wagwan hè? Hoe ga ik je groeten, kerel? Ik ben gewoon een box man. Kleine John op de beeld gaan, we gaan vandaag wat gek doen. Wat gaan we doen? Ga naar Lili's lunchroom, man. Oh jee, yeah, ik heb honger. Voor review man. Vandaag, man. Ik heb wel honger, man. Ja, je hebt honger? Hey, wakker dan. Dus we gaan nu onderweg naar Lili's lunchroom. Grote cameraman in de bek. Atje! Kijk hier. Andere cameraman. We zijn onderweg, man. We zijn aangekomen, kleine John. Lunchroom, Lilies. Ja toch? Wat zegt dat? Hey, ik zeg eerlijk, ik ben wel benieuwd man. Ik ben echt boos. Ja, ik zeg eerlijk. Ja, wel. Wat vond je van het eerste indruk? Ik zeg eerlijk, ze komt met een serieuze service. En ik weet niet man, ik voel me echt gewoon op mijn gemak wel. Ik zeg eerlijk, ik heb het zo gevoeld dat die vrouw echt daar, ze doen ons beste voor ons. Ja, we gaan zien toch? Heb je een beetje gekeken naar die menukaart? Ik weet echt niet wat ik wil man, ik zie veel dingen. Man. Ik zie ook veel dingen man. Ja, kijk, als ik ga zeggen ik wil dit. Dat is een beetje raar, snap je? Als jij iets geks kiest, ik zeg alleen, ik kies ook. Ik heb het niet, jongen. Ja, maar ik weet wat van eten met die. Nee. Hey, mensen, John houdt van eten. Even kijken, man. Wat is die drinkkaart, hè? Kijk hier, drinkkaart. Hoe promoot je drinken alsof mensen nooit Fanta hebben gezien? Ja, toch? Extra. In plaats van dat hij dit laat zien, laat hij Fanta zo zien. Oké, okay, hey. Wat klein John zo aandrinkt? Hier zit het, hè? Oké, dan. Pancake met Nutella. Ja man, die ga ik nemen man. Nee joh. Jusso? Nee man, ik heb wel zin in iets boven man. Ik heb zin in vlees, broer. Ja broer. Ai, we hebben net besteld. We hebben even een mangootje genomen. Framboos, wat zegt dat? Hey, ik ga niet eens wachten, kill. Ai, lego. Nog eentje. Nog eentje. Ik ga eerlijk zeggen, ik vind deze mango echt lekker. Deze? Weet je hoe die smaakt? Ik ga jullie een beetje op jullie tong geven. Je weet toch die nootje? Die arbeidernootje? Of nee, die framboos. Je weet toch? Die nasmaak vooral. Maar gewoon nog eentje nog, weet je. Deze ook wel in de avond goed knallen, man. Deze met ijskolontjes? Ik zeg, is lekker, man. Oké, nee, je doet geen smoothie met ijskolontjes, toch? Jawel. Nee, ja, kan dat? Ik zeg je, deze heeft die kauwgom smaak. Ik krijg gelijk zo'n mabaya. Of niet? Wat zeg dat? Waarom mabaya? Ik lig laag. Echt laag, als dorp. Jezelf. Nee, maar ik zeg eerlijk, deze. Ik denk ook dat die handgemaakt. Handgemaakt, toch? Ja, toch? Niet hand, maar ik bedoel gewoon, je weet toch. I'm not understand. Meer natuurlijk, denk ik. Ik ben serieus met jou. Hij neemt me niet serieus. Die echt Afrikaan, hij neemt me niet serieus. Prachtig duur voor hem. Ik weet, handgemaakt, weet toch? Ze hebben die ding gesneden in die blender. Nee, niet zo met hand dat hij gaat halen. Nee, zo. Nee. Ja, het is wel een beetje. Ja, die klodder zo, die klodder zo. Ja, hey, maar er is nog eentje voor jullie. Lekker man, voor die warme weer. Ja. Ik zie je. Wat is dit eigenlijk? Bitterballen of zo? Ik zeg eerlijk, normaal, ik heb geen bitterballen. Ik lust dat niet. Nee. Maar voor die review, we gaan het laten lukken. Dus toch, ik ga als eerst, broer. Ik kan niet eens pakken, broer. Nee, ik ga je handen al zo hier. Smiddag. Het is lekker. Het is eten. Voor mij, ik neem ook. Het is mayo. Wat bedoel? Ik ga blazen. Oh, niet op die vorige keer in die video. Check de vorige video, niet slapen. Ik zeg je eerlijk, ik vind die buitenkant lekker man. Maar ik vind die van bitterbal, ik hou niet echt van die zachte ding. Dat is geen bitterbal. Wat is het dan? Het is bitterbal bro, weet je toch zo? Het is bitterbal. Het is kleine krokante. Het is bitterbal bro. Het is kleine kroket, joh. Bitch, are you dumb? Pardon me? Are you dumb? In die binnenkant.
Bitterballen is toch juist vlees? Ik vind, die buitenkant wel lekker, man. Maar ik vind gewoon die zachtheid van bitterballen niet lekker. Ja, dat is zo'n kroket, broer. Bro, het is bitterbal, toch? Ja, toch. Kijk hier. Hallo, hè? Hallo, bitterballen, bro. Hallo. Helen. Hallo. Hij is wel lekker, man. Waarom? Ik vind kroket meestal niet hij lekker. Hij is halal. Niet vergeten, halal. Meestal vind ik kroket zo niet lekker, maar deze? Ik vind die buitenkant lekker, ik ga eerlijk zeggen. Maar die binnenkant sprak wel ook. Kijk, het is niet wat ik dagelijks zou nemen of zou kiezen als ik het menu gaat zien. Maar hoe ik het nu zo krijg, zeg eerlijk, het is gewoon lekker. Het is lekker dan normaal. Dit is niet om te hypen, hè. Maar hij is gewoon echt zo goed. Kijk die buitenkant, kijk goed. Je ziet het toch? Het is geen reclame nogmaals. No reclame. Nog eentje, jongen. Olie halal. Nog eentje. Ja, broer, mijn mond een beetje verbrand. Je bent jong, hè? Je bent jong, hè? Kleine jongen. Je snot niks? Ja, dacht ik al. Broer, het ding is warm. Dat vond ik nog steeds. Oh. Hij eet is gearriveerd. Mijn god, in mijn leven heb ik hem nog nooit zoveel eten gezien. Jezus. Brood. Uitsmijter. Wagga. Patat. Waar gaan we beginnen? Ik weet het niet. Ik weet niet eens wat ik moet doen, broer. Bro, hoe ga ik dit allemaal doen? Mijn mag is, ik eet veel, maar wat voor een service is je mag vragen? Service, hè? Hier? Ik ben echt onder de indruk. Ik heb nog nooit zulke service gehad. Kijk. En dit doe ik echt niet om iemand hoger te zetten. Dus ik ben gewoon een eerlijke jongen, snap je? En de service die je krijgt, je ziet het ook gewoon, hè? We hebben bitterballen gehad, we hebben drinken gehad. Er wordt goed voor ons gezorgd, laat het zo zeggen. Hey, fun fact. Ze was eerst in Zuid? Ja, man. En ze heeft het naar hier gebracht. Ja, naar hier stukje gebracht. Zuid naar West. Ja, ze heeft een stukje Zuid naar West gebracht. Dus weet je wel, die sfeer. Het heeft wel een unieke kant. En dat is ook zakelijk, man, ik zeg je eerlijk. Ja, man. Zou je wel op een date gaan? Zou je ik zou zeker een dame hier brengen. Die schaam is groot. Ja, man. Wat wil je het liefst eten van dit allemaal? Ik weet niet waar we mee beginnen, man. We beginnen met die burger. Jij toch? Ik offer die burger aan jou op, man. Ja, man. Ik ga die burger. Hey, weet je wat? Je praat lang, man. Oké, neem mijn eerste hap. Dat is jouw video. Schoon. Maar wat ga je eten met de vork en mes? Moet je het met je hand eten? Dat. Ja. Oké, probeer met de vork en mes. We gaan nu kijken. Oké, heel veel mensen komen en zeggen, ja, dit patje kan je eten met man, met vork en mes. Pizza met vork en mes. En dan, wat is er? Ik zag je wel die tafel heen en weer trekken. Zo. Ah, je hebt mijn mond gesnoerd. Hoe ga je die hap nemen ook? Okay. Al nog grote hap is het. Heel die tafel danst met hem mee. Nee, man. Oh, je ging, hè? Het is lekker. Mag ik hem buiten aan proberen? Het is lekker. Hé, ik zeg eerlijk, die friet is lekker, man. Boerenfriet. Hey. Die kip is lekker. Kijk eens. Krokant. Hoe noem je dat? Krokant van buiten? Krokante krabs. En sizzler van binnen. Ken je die sizzler? Dat is zo zacht van binnen is. Ken je niet? Nee, die man ziet, hij is nog te worden, hij ziet veel eten en zo. Sinds ik ben geboren, ik heb niet zoveel eten gezien in mijn leven. Jezus. Jij wel? Jawel, bro, kerst. Ik vind geen kerst, bro, ik ben moslim. Steeds vrede, je toch? Shout out aan iedereen. Shout out aan iedereen. Maar ik ga die burger pakken, man. Ja, ik wil echt zien wat jij ervan vindt, man. Oh ja, maar ik ga die burger niet met vork en mes, man. Sorry, ik ben een Afrikaan mens. Jongens, ik dit interessant, ik ga gewoon mijn handen eten, man. Jezus. Wow, het is als ketchup. Ik hou van ketchup. Wow. Jullie ready? Oké, tromgeroffel. Grote hap, jongen. Hey, Sam! Hey, laat het even verteren. Nog eentje voor de mensen. Volgens mij smoothie alsjeblieft. We gaan iets dieper in de burger, begrijp je? Bro, deze burgers heb je niet, bro. Dit is niet die snelle burger, Albertijn. Wat gaat dat? Snel denken. Eerste indruk, snel denken. Big fire. Alles is hier halal. Ja, maar mensen. Hey, vergeet niet. Als je moslim bent, die kan je gewoon eten. Halal. Dus, alhamdulillah. Iedereen is hier. Alle culturen. Die kan hier alles eten. Oké. Slaap niet. En hoe heet deze ook weer? Deze? Die. Ja, hoe heet deze? Hoe heet die? Chicken Club Sandwich. Chicken Club. Dit gaat sowieso eruit. Right, Chicken Club Sandwich. Hoe komt die dan? Ik weet niet van waar ik moet eten, maar ja. Jezus. Bijna die stok naar binnen. Grote hap. Mm,
ook wel goed. Hoe boos ben je? In mijn leven, ik moet nog eens zo lekker geven. Hij heeft net de hap genomen van dit, nu ga ik. Nou, smite zo. De eer aan hem. Om het, je weet toch, maar om zeg, het eten. Hij ziet er spang uit, man. Ik kon hem bijna niet eten, snap je? Pak deze, pak die hoek daar, die hoek. Deze? Ja, die hoek. Neem kleine hap, neem een goede hap natuurlijk, neem een goede hap. Ik geef me gelijk voor deze, het is wel lekker ontbijt als je deze kiest. Wat vind je ervan? Eerlijk. Ik zeg je eerlijk, deze zou ik echt aanbevolen voor als je ontbijt hebt, man. Mm-hmm. Kijk die chop hier. Kijk hoe het komt, joh. Je zou denken 5 sterren. Ja, man. En voor de prijs, wauw. Je zou denken die Okura shit, Amsterdam. Vind je de prijs waard? Ja, man. Ik ook. Prijskwaliteit, ik vind het waard, man. Top service, man. Lekker, boys? Ja, ja, zie je, jullie horen het nog. Serieus, man. Hij is oprecht? Ja, man. Ja. Ik vind het lekker, man. Ja, man. Ik vind deze. En deze als ontbijt heb ik aangeboden, man. Standaard. Vooral ja? Iedereen neemt. Maar juist, omdat het zo easy is, maar iedereen blijft, kan het blijven eten. Ja? Mensen komen elke dag weer terug voor die zin. Ja, man. Jullie horen het. Zoals de medewerkers zeggen het. Waarom ben je nog thuis? Kom hier eten. Deze tonijn. Deze is kip. Kijk, dit is truffel. Wat is truffel? Soort paddenstoel. Dat is lekker, bro. Zie je ene culinaire, kleine jongen. Kleine jongen. You don't eat big, eat small. Oké, pak jij die, pak ik deze. Ik wil deze. Ik hou van tonijn. Voor deze ga ik wel voor kermis. Maar wie gaat eerst? En waar ga ik beginnen? Oké, weet je wat? Ik ben geen kleine jongen, weet je toch? Eerst stap. Maar mijn papa zegt altijd, eet ook je groente op. Dus ik pak ook die. Kom deze. Zo. Hey. Maar het is ook een ontbijtje, man. Ik vind het moeilijk, man. Deze? Ik vind het moeilijk, man. Ik vind het moeilijk, man. Kijk hier. Ziet er lekker fris uit, hoor. Ja? Kijk hier. Zet me nog die. Poos. Spring, man. Je weet toch van kerstmis? Je denkt die doet op je ding? Zet me nu nog. Hey. Kip is goed gekruid. Brood is goed geroosterd. Niet te lang. Niet te kort. Wat vind jij? Het is niet dat die brood hier te pijn gaat bijten. Hij is echt lekker, man. Die brood is ook gewoon... Hij gaat zonder discussie naar binnen, man. Hé, we hebben smoothie, hoor. Zie je, ik blijf je smoothie pakken, ik blijf drinken. Dit is warm stay hydrated. Wil je proeven? Ja, man. Het is een boze tonijn. Wil je mijne proeven? Ga ruilen. Geen vroeg vaak met je moet eten. Ja, altijd nog steeds. Ga afzien, McDonald's. Dit is de standaard, toch? Afrikanen? We eten bij de Harbour. Hey, Harbour Club, als jullie dit zien. Promo. Samenwerking. Connect, okay. Maar. Nee, man. Dit is ook middag eten. Luister. Oh! Lily's lunchroom. Middag, ochtend. Middag, ochtend. Maar die burger is ook voor avond, hoor. Kan. Hij vult jou tot hier. Vlees is dikker. Hij vult jou tot hier. Hai. Hey, ik weet echt niet wanneer ik klaar ben, man. Zo, we zijn misschien 30 minuten aan het choppen. Ik heb veel burgers in mijn leven geproefd. Deze gaat in die top 5 komen, man. Deze gaat in die top 5 komen. We gaan negeren hoe ik aan het vechten ben met zo'n schuin snijden. Zie je, hij kan niet, man. Jawel. Kijk hoe groot het stuk. Die man smeet. Ja, ik bedoel, het goed. Johnny boy. Ik ga jullie één ding zeggen. Dit was het lief eten. Dat noemen we lief eten. Nu die camera gaat uit, je ziet. Ja, toch? Dus, we komen zo bij jullie terug als we klaar zijn met eten. We gaan nu even genieten. En stay tuned, er komen nog een paar leuke dingen aan voor je. Als je dit een leuke video vindt, abonneer, subscribe. Like en deel het. Man, we zijn nog goed gezet met een pannenkoek. Ja, maar ik zeg jullie eerlijk, ik zit vol, hè. Ik zit vol, ik zeg eerlijk, maar ja. Kan het zoals je kan zien, aardbei, stroop toch? Wat is dit? Stroop, ja man. Kijk hier, volg. Ik ben Soso, ik kan heel goed snijden, jongens, kijk naar mij. Hey, je doet te lang, man. Ik wil ook. Hey, maar... ik heb geen woorden voor deze pannenkoek, man. Oh. Super lekker, man. Ik zeg, die pannenkoek... Ik heb nooit buiten huis een pannenkoek gegeten. En... Nee, is het eerste keer? Ja, man. En ik zeg eerlijk, deze pannenkoek is lekker, man. Maar klein John, ik heb een kleine vraag aan je, man. Geen rare vraag, hè? Wie ben je eigenlijk? Wie is klein John? Mmm. Wordt er nog goed gezet met een taartje. Man. Wat een service. Oh jezus, man. Als je niet komt eten hier, dan weet ik niet, man. Dankjewel, man, bro. Nou, wie is Kleine John? Ik ben een jongen die 18 jaar is. Ja, ik ben een YouTuber. En ja. Wat doe je in YouTube? Wat ik doe in YouTube. Ja toch? Ik doe interviews. Bijvoorbeeld, ben je ready? Ja toch? Ik ben hier met. Zo. He or she belongs to the streets if. She belongs to the streets. She cheat. Oké, dan. Zulke dingen doe ik, dus ik ben van alles en nog wat. En ja man,
Ja? Ja, dat is in kort wie ik ben. Oké. Maar je bereik, zeg maar. Fuck met je bereik, hoe is het zo groot? Hoe dan? Hoe is het? Het is groot. Ik heb grote supporters. Als jullie dit zien, ik hou van jullie. Maar we gaan het groter maken, ik wil meer. En hoe is het begonnen? Ik maakte snapvlogs. Je maakte snapvlogs? Ja man, toen zei iemand een keer tegen mij, waarom ga je geen YouTube-kanaal maken? Toen maakte ik een YouTube-kanaal. Mm-hmm. En die deed ik met een vriend. En zo naar Bands. Bands. Ja man, Young Litness. Niet te vergeten natuurlijk. En maar ik heb lang stilgezeten. Ik heb een paar vlogs gedropt, maar ik was niet zo actief. Ja. Tot vorig jaar had ik een idee gekregen. Tenminste, een goede vriend van mij zei tegen mij, actief worden op die en dit doen. En dat heb ik gedaan en het is heel goed ontvangen. En toen ben ik meer gaan uitpakken en gaan werken. En werken. Oké, ja. Volgende vraag, je praat veel toch? Volgende vraag. Kleine joke, krijg je geld met YouTube? Nee. Waarom ontwijk je mijn vraag? Maar aangezien jouw subscribers, jouw likes, jouw weergave, uit anonieme bronnen heb ik wel gehoord dat je een zakcentje verdient. Is dit Wat noem je een zakcentje? Weet je? Kijk. Ik krijg een lekkere bedrag. Ik krijg geen... Je wordt wel blij van. Laat het zo zeggen, ik verdien het. Ja? Ik verdien niks. Ik verdien nog niks? Nee. En ook niet aan je promoties? Ik verdien wel wat geld. Oh, maar niet verdienen. Maar je zou net dat je niet verdient. Ik ben geen big spender of zo. Laat het zo zeggen, ja. Ik ben gewoon exclusive, een rustige hoor jongen. Hoor je het? Kleine John krijgt betaald. Hoor je het? Hij krijgt betaald. Die man krijgt. Ja, maar dat is normaal. Dat kan je zelf zoeken op Google. Iedereen krijgt wel betaald. Ja? Maar ik niet hoor. Ja, bro, jouw tijd komt, geloof me. Dankjewel, jongens, man. Ik ga jullie één ding zeggen. Ik ken deze man toch? Jullie denken misschien, haha, hij is leuk. Maar geloof me, deze man, hè, hij heeft veel te bieden voor je les. Hij is echt grappig, geloof me. Dankjewel, man. Hé, maar nog eentje dan. Nog eentje. Oh, laat me eten hoor. Ja, maar gewoon even nog eentje. Pijn. Luister dan, wat is het raarste wat je hebt meegemaakt bij een interview? Het raarste gewoon, echt. Dan moet ik even mijn camera maken. Nee, ik weet dat jullie iets hebben en spit het alsjeblieft. Ik weet niet, misschien dat een meisje mij probeert te versieren of... Oh ja, dat was Amsterdam. Dus ik loop zo. Jullie moeten begrijpen als interviewer, als je iemand vraagt van wil je op die video, je weet toch netjes zegt, mag ik het vragen? Hoor je ja of nee, snap je? Ja. Zegt diegene ja, zeg ik oké, okay, wil je alsjeblieft op video? Dus ik loop langs, ik zie een groep meiden. Ja. Ik loop naar ze toe, ik vraag, mag ik jullie wat vragen? Mm-hmm. Ja, zegt ze. Mm-hmm. Zeg, mag ik jullie interviewen? Ja. Eén chickie begint helemaal te schreeuwen. Dit. Ze begint helemaal gek te doen. Denk je dat ik op je video ga, gekke jongen? Dus ik kijk haar aan. Ik zeg, oké, fijne dag. Ik loop verder. Daarna ze roept mij terug. Ze zegt, jawel, we willen wel. Dezelfde meisje zegt, ja, we willen wel. Ze roept mij terug. Ja? Ik ga terug. Daarna ze zegt, nee, we willen niet. En toen wat had je gedaan op die moment? Gewoon negeren, joh. Was dat die ja. Toen dacht ik van, laat dat, man. Ik ben op good vibes. Ik zeg gewoon eerlijk, ik vond die... Die klas werkt, haar heel apart. Welke? De ene, van Navi. Mijn cameraman. Hey, cameraman. Waar had ik het ook weer over? Oh ja. Dus John en ik ben naar trouwens de cameraman van John. Okay, en nee, maar. In Amsterdam en er komt opeens een meisje afgelopen op John. Ze zegt, ik ga op de interview. Mooi, ga door. Dat was even snel mijn cameraman. En zo naar Atje Baby. Jullie kennen hem vast wel van de instoppen. Ja, jullie mogen instappen! Ja! Voor hem! Maar oké, ik heb nog twee laatste vragen voor je. Naar welke YouTube kijk jij op? YouTuber? Ja. Enzo Knol, man. Ja? Ja, man. En ik vind Tuzani ook hard. Ja, Tuzani vind ik ook goed, man. Waarom? Allebei good vibes. Geen rare dingen. Hun hebben hun publiek en het is ook gewoon leuk om te kijken. Bijvoorbeeld Tuzani, broer. Ik was laatst met iemand aan het praten en diegene zei gewoon... Besef dat in Tuzani's video nog nooit iemand heeft geschoten of hij zelf. Ja. Gewoon niemand heeft geschoten. Ja, en als je daarover nadenkt, zeg je eerlijk, dat is echt good vibe. Dat is goede vibe, man. En Enzo Knol, die man heeft elke dag een nieuwe vlog. En geloof soms me. Dropt hij twee video's en hij, geloof me, hij brengt kwaliteit. Hè. En mensen beseffen niet wat hij doet, maar het is zwaar. En ik heb respect voor hem en daarom kijk ik elke dag naar hem. Ja, niet elke dag, maar ik kijk wel echt veel naar hem. Ja, maar ik denk dat twee top YouTubers zijn van Nederland. Ik kijk wel Tuzani. Maar en zo ook rijk niet echt, man. Ja, je moet zelf naar willen kijken, snap je? Oh, weet je welke YouTube pas hard is? Wie? Jong Philly. Ja? Huh? Jong Philly. Nee. Hoe heet hij? Zo. Die man hoe die eet, hè? Krijgt zin om te eten. Wow.
Je bent raar. Luister dan. Eerlijk, alsjeblieft, ja. Alsjeblieft. Eerlijk. Ben je ooit met een fan naar bed geweest? Wat? Wat? Wat dan? Hey. Wat dan? Wat dan? Wat? Wat zeg je, mijn broer? Bro. Hij is gek geworden. Ben je ooit met een fan naar bed geweest? Nee, maar mag je? Wat is het zo? Oké. Okay. Laat me mijn laatste vraag. Nee, man. Ik ben niet met die meisjes en dingen. Nee, man. Ik ben op mijn doelen. Ik ben gefocust. Maar luister dan. Laatste. Laatste vraag. Is er een eten dat je echt vies vindt? Mm-hmm. Ja, wat dan? Ik ben er wel echt benieuwd, man. Olijven. Vind je dat vies? Dat is kapot lekker, maar olijven. Lekker zuur zo, je mond. En wat ik ook echt vies vind is... ik weet niet hoe je die vlees noemt. Je hebt zo'n vlees echt een rare nasmaak. Ik weet niet, man. Mijn moeder weet wel hoe het eet. Want als mijn moeder het ziet of zo, zegt ze gelijk niet eten. Dat is de review. Service. Ik krijg 5 sterren. Super, die vrouw was goed betrokken. Ja. Nee, ik zeg eerlijk. Iedereen die hier werkt en heeft geserveerd en ons geholpen en zo. Ik zeg eerlijk, tafel was vol. En ik zeg eerlijk, duurde niet eens lang, man. We hadden de hele tijd wat te doen. Wat geef je een cijfer? Service gewoon 10, man. Ik zeg ook, man. Ik ga daar niet mee. Weet je waarom? Eén, ze waren vriendelijk. Had je een vraag, zo kon je het gelijk vragen. Of wou je iets, kreeg je het gelijk. Ja. En er was telkens iets op tafel. Ja, waren niet de hele tijd stil aan het kijken naar elkaar. We hadden iets aan het eten. Man. Eerst die pitterballen, daarna dat. Ik zeg eerlijk, daarom vind ik het 10. Oké, en eten zelf? Eten was ook fire, broer. Ik heb alles ook geproefd, broer. En wat vond je? Wat was je beste eten? Beste? Ik denk toch wel die burger of die pancake. Ik zeg voor mij, die rap met die kip erin. Voor mij dikke 10, man. Ja, daarna kocht die hem voor mij. Die zeg maar die tonijn, die zeg maar die ontbijtding, die tonijn. Ja, ja, ja. En dan die brood zeg maar. Dikke 10, drinken. Ja, dat is anders. Ja, ja man, 10 man. Deze kun je krijgen. Jullie krijgen sowieso 5 sterren. Volle 5 sterren gewoon. Echt. Ja, man. Hoogste review tot nu toe, man. Prijs, kwaliteit, zeg je eerlijk. Eerlijk, man. En ik, hè? Ik ben eerlijk, hè? Als het niet lekker was, ik zou gewoon zeggen. Hoe vond je deze video leuk? Ja, ik vond het een leuke video, man. Dit is de einde van die video. Als je het een leuke video vindt. Vergeet dan niet te liken, te delen en te abonneren. Check mij op Insta, Snapchat. Check hem op Insta, Snapchat. Pas op TikTok zijn we aan. Dus slaap niet op mij of Sosso. Het is allemaal gratis. Abonneren, liken, delen. Allemaal gratis. Maak gewoon een account snel. Road to 1K subscribers. Samen groeien we. Love, man. Pop, 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 pop. En shout-out naar? Mezelf, Lily's Newsroom. Amsterdam. Kom gewoon hier.